In het Jan van Gooijen wordt de dermatologie in de volle breedte uitgeoefend. Dat betekent dat je voor alle huidklachten hier terecht kan, of je nou 0 bent of 100 jaar oud. Wat ik denk dat de kracht is van de dermatologie in het Jan van Gooijen is dat er eigenlijk geen wachttijd is. Je kunt vaak dezelfde dag terecht. Er wordt hier niet gewerkt met co-assistenten of artsassistenten, maar alleen met specialisten. En we proberen heel servicegericht te werken. Dus als er iets moet gebeuren en het kan direct, dan doen we het direct. Ik kwam hier eind vorig jaar met wat voor mij een hele rare aandoening was. Ik wist niet wat er aan de hand was. Ik had het gevoel alsof ik met mijn hele lijf in een bos met brandnetels was gevallen. Toen heb ik via de huisarts antihistamine gekregen. Dat is tegen allergische reacties. Maar dat hielp niet. En toen heeft ze me redelijk snel doorverwezen naar het medisch centrum Jan van Gooijen. De dokter zag inderdaad dat ik flink onder de plekken zat. Vervolgens kreeg ik verschillende medicatie. En na een beetje passen en meten ben ik er na een paar weken eigenlijk vanaf. Mevrouw Jansen ken ik nu meer dan een half jaar met urticaria. Of in het Nederlands galbulten. Dat is een hele vervelende huidaandoening die enorm kan jeuken en vaak in aanvallen van een aantal uur opvlammen. En bij haar was het zoeken naar een cocktail van medicijnen die voor haar goed werkt. Ik blijk dus een beetje een gek type huidziekte te hebben. Dat heet urticaria, wat in één keer heel erg op kan zetten. Dat is ook een paar weken geleden gebeurd. Maar ik was zo in paniek dat ik hier naartoe belde en meteen terecht kon. Nou, dat vond ik heel bijzonder, want waar heb je dat nou? Er werd meteen gehandeld en heel persoonlijk met me omgegaan. En sindsdien heb ik ook echt geen last meer. En ik heb het volste vertrouwen dat met Bas zelf wij weer kunnen afbouwen met de medicatie. Zodat ik er uiteindelijk volkomen vanaf ga raken.